auto versnelt en daar komt Veltin Bellagio al. De start is gevallen. Veltin Bellagio is met afstand het snelste paard naar de start. Aan de buitenkant Fuchs Lane, die wil graag naar binnen. Maar er zitten heel veel paarden aan zijn binnenkant. Drie sporen zijn bezet. En zo gaan ze de eerste bocht door. Leiding in handen van Veltin Bellagio. Fuchs Lane gaat daar van de benen. Was net even te gek die aanval. En de leiding is dus voor Veltin Bellagio plaats 2 voor Dream Burger. Uitgeschakeld nummer 7. Nummer 7 galop. Maar er gaan de rechte lijn overzijde in, dat zijn de eerste twee. En als ze de rechte lijn overzijde in gaan, dan probeert Jeffrey Miras het tempo er ietsje uit te halen. Dat valt nog niet mee, maar Veltin Bellagio werkt nu wel een beetje mee. De eerste tussentijd komt zo op de klokken en dat zal een vlotte zijn. 1-10-1. Veltin Bellagio, Dreamburger rijden. Dan een klein gaatje naar Caitlin Star. Achter Caitlin Star volgt dan Raja Summer. Dan Mercedes Star. Daarachter de oranje kleuren van Merwestaal Moerdijk. Dat zijn de kleuren van Love Louise Schermer. En daarachter volgt Jade Beukenswijk. Alle paarden achter elkaar. En de favoriet in zijn geliefde positie. Heeft inmiddels een klepje aan de linkerkant al dicht. Ik kijk even naar Kees. Kees, want dat is een... De binnenkant is nog open en de buitenkant is gedicht. Precies, zo zit het. En zo zijn ze in de rechte lijn voor de tribune. Tempo is er nu wat uit. Veltin Bellagio leidt. En de vraag is, wat gaat er van achteraf gebeuren? De eerste die gaat is Love Louise Schermer. Love Louise Schermer gaat naar voren, 17-7 de tweede tussentijd. Nu gaat ook Raja Summer van de reling af. En zo gaat er een treintje in het tweede spoor ontstaan. Gaan we de laatste 900 meter in. Veltin Bellagio leidt. Daarachter Dreamburger rijden. Daarachter volgt Caitlin Star. Aan de buitenkant Raja Summer, die gaat van de benen. Mercedes Star duikt gelijk dat gat in. En gaat nu voorbij aan Caitlin Star. Nummer 3 galop. Paard in de rechte lijn overzijde. Veltin Bellagio, Dreamburger rijden. Naar de derde plaats gaat Mercedes Star. Daarachter volgt op de vierde plaats Caitlin Star. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn overzijde. Gaat ook Dreamburger rijden eruit. Dreamburger rijden gaat eruit. Die gaat de aanval openen. En nu moet Veltin Bellagio reageren. 16-6 is de tussentijd. Gaan op weg naar de laatste bocht. Veltin Bellagio, Dreamburger rijden. Mercedes Star vlak daarachter. Dan Love Louise Schermer. Ja, de Beukenswijk slalomt ook door naar voren. En zo gaan ze de laatste bocht door. En zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Mercedes Star gaat binnendoor bij Dreamburger rijden. Gaat nu de rug bereiken van Veltin Bellagio. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Laatste rechte lijn is bereikt. Veltin Bellagio. Aan de buitenkant Dreamburger rijden. Mercedes Star moet nu weer terug. Want die moet om Dreamburger rijden heen. En gaat daarbij van de benen. Laatste rechte lijn. En het is Veltin Bellagio die leidt. Veltin Bellagio, Dreamburger. Nummer 4 galop. Dreamburger rijden aan de buitenkant neemt nu iets voordeel. 10-3 de laatste 500 meter. En Dreamburger rijden wint hem. Tweede plaats Veltin Bellagio. En plaats 3 is voor Love Louise Schermer. 13-7 voor de winnaar.